Ik heb dit nog nooit gevoeld bij een lipproduct. Hoi, welkom op mijn kanaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag weer een eerste indruk review doen. Dit keer van dit product. De Sexy Mother Pucker Pillow Plump van Soap & Glory. Dit zou een XXL effect moeten geven. Dus je lippen voller moeten maken. Nou kreeg ik vorige week de opmerking dat ik mijn lippen moet opspuiten omdat ze zo dun zijn. Volle lippen zijn gewoon heel erg in en ik zal eerlijk toegeven dat ik het ook mooi vind, volle lippen. Maar ik heb niet het verlangen om ze op te vullen, op te spuiten met fillers of wat dan ook. Wel vind ik het leuk om iets te gaan proberen en kijken of het werkt en of ik misschien mijn lippen met een beetje make-up met deze gloss voller kan laten lijken. Ik heb de Pillow Plump in de kleur Koi Toi. En persic tint, als ik me niet vergis. Koi Toi. Ik heb dit product gekocht in Londen bij Boots. Dit is het product. Ziet er niet zo heel spectaculair uit verder. Het is gewoon een tube lipgloss. Ja. Gewoon op het eerste gezicht een gewone lipgloss. Er staat wel een waarschuwing. This lipgloss will almost immediately plump, buzz, tingle en zing. With glassy shine technology, 3x XL, with auto plump built-in cushioning effect. En hebben ze geprobeerd een beetje een science-y-achtige uitleg te geven. Daar gaan we dan. Ruikt naar chocola. Ik ben zo'n oen. Ik ga het er snel afhalen. Oh my god, ik moet natuurlijk eerst... Ik voel nog niks gelukkig. Wat ben ik aan het doen? Ik ben echt aan het slapen. Ik moet natuurlijk eerst een voorshot maken. Anders kan ik helemaal niet zien hoe het werkt. Maar ik heb het weer op tijd afgehaald. Ik voel nog helemaal niks. Maar voor zekerheid laat ik het heel even rusten. Ben ik zo terug. Jeetje, wat stom. Ik voel mijn lippen als nu nog een klein beetje tintelen. En het is er al af. Daar ben ik weer. Ik ben er weer helemaal bij. Ik was ook gewoon een beetje gestrest en chaotisch. Poging 2. Nu ga ik het goed doen. Ik zal even... Mijn lippen voordat ik de gloss ga aanbrengen filmen, zodat je zo meteen ook nog duidelijk een voor en na kunt zien. Het is vooral mijn bovenlip, die krult naar binnen als ik lach. Ah. Ah. What the fuck? Okay. Ik ga de gloss aanbrengen. Nou, had ik hem er net afgehaald, voelde ik het nog een beetje tintelen. Nu is dat tintelende gevoel helemaal weg. Maar dat gevoel kreeg ik dus pas nadat ik het eraf had gehaald. Dus dat was wel een beetje apart. Ik ben dus benieuwd hoe het zou zijn als ik de gloss er echt op laat. Daar gaan we. Oké, de gloss zit erop. En mooie persic tint is het. Duidelijke chocoladegeur, wat ik net ook al zei. Persic tint vind ik wel heel mooi. Er zitten ook wat glittertjes in. Ik voel hem wel ook heel erg tintelen. Het begint nu steeds erger te worden. Als ik hem net heb aangebracht, voel ik nog niks. Maar nu bouwt het steeds meer op. Daardoor merk ik ook wel een soort van... ja, dat het wat koeler aanvoelt. Dus ik denk dat er iets van pepermunt in zit. Alleen dit. Dat doet hij dus wel. Dat ziet er niet zo mooi uit. Wow, nu begint het heel erg te tintelen. Maar echt op een andere manier dan net. Ik heb het gevoel alsof ik mijn lippen voel groeien. Serieus. Ik denk dat dit een beetje dat zinggevoel is wat ze op de verpakking al vertelden. Kijk even naar mijn bovenlip. Die lijkt al groter. Maar ook gewoon zo lijken mijn lippen toch groter. Toch? Maar dit gevoel is wel heel heavy hoor. Als dit aanhoudt. Ik heb dit nog nooit gevoeld bij een lipproduct. Dit lipproduct maakt gevoelens bij me los die ik nog niet kende. Je doet echt iets speciaals met me. Ik weet alleen niet ja, hoe nu verder. Ik ga het nu gewoon laten zitten. Maar ik weet niet zeg maar wanneer mijn lippen op hun volst zullen zijn. Weet je, er is een max aan, lijkt mij. Dus op een gegeven moment is dat dan uitgewerkt? Stoppen de tintelingen dan? Of blijft dat de hele tijd? Of ik nu al het maximale effect heb of niet? Dus ik laat hem gewoon zitten nu. En ik ga even kijken hoe het loopt. We zijn nu een half uur verder. Het hele erge tintelen is gestopt. Ik voel nog wel een tinteling. En mijn lippen voelen ook wel een soort van verdoofd. Ik moet wel zeggen dat als ik geconcentreerd aan het werk ben, dat het wel bent. Dus dat je op een gegeven moment wat minder voelt. En nu zijn de tintelingen eigenlijk best wel goed te doen. Maar je voelt wel heel erg dat er iets op je lippen
aan de hand is. Naarmate de gloss slijt, gaat ook het tintelende effect steeds meer weg. En dat is eigenlijk ook best wel logisch. Maar omdat het toen de eerste keer toen het fout deed en de gloss eraf haalde, het tintelende effect bleef. Wist ik niet of dat, ja, hoe dat zou zijn verder. Dus als ik hem echt goed aan zou brengen en even zou laten zitten of eigenlijk helemaal zou laten slijten. Nou, dan zie je wel dat als je dat doet, als je de gloss dus gewoon draagt, dat het tintelende effect steeds meer afneemt, maar dan gaat de gloss dus ook wel weg. Zit de gloss er goed op, dan blijf je dat tintelende effect houden. En het is best wel heftig. Ik heb het nog nooit zo erg gevoeld bij een gloss. Want plumping gloss is op zich niet heel iets nieuws. Maar ik vond dit wel echt, ja, het XXL effect wat ze beloofden. Nee, dat voelde je wel al gelijk. Ja, los van hoe het eruit zag, daar kom ik zo op. Voelde je wel al gelijk meer van, oké, dit is toch een iets serieuzere kwestie. Dat het tintelende effect bleef, dat snap ik, om het volle effect te behouden. Maar ja, het draagt gewoon niet zo heel lekker. Je moet daar wel tegen kunnen. Het effect zelf, ja, dat vond ik wel duidelijk dat het voller is. Gloss laat al snel je lippen voller lijken, maar ik zie toch wel duidelijk een verschil met dit product. Dat mijn lippen echt gewoon dikker lijken. Mijn bovenlip vooral, dat vind ik altijd zo'n goede graadmeter. Die, ja, dat is duidelijk dikker. Dat vind ik echt best wel goed aan dit product. Dat ik echt wel denk van, wauw. Je moet natuurlijk realistische verwachtingen hebben. Het is niet hetzelfde als je lip laat opvullen. En daarom vind ik dat hij het voor gloss wel echt heel goed heeft gedaan. Substantie is prettig, wat dikker, plakt niet echt. Alleen, ja, als je net aanbrengt, dan krijg je dus heel erg die draadjes ertussen. Dat vond ik er een beetje vies uitzien. Maar wellicht als je wat minder aanbrengt of het iets meer verdeeld naar buiten toe, dat dat effect wat minder is. Heel lang houdt hij niet. Ik heb hem 2 uurtjes op gehad. Ja, ik moet sowieso zeggen, bij mij slijt gloss altijd al wel snel. En qua longlasting is hij even goed als een gemiddelde gloss, denk ik wel. Dan slijt het gewoon met praten, met eten, met drinken. Ja, dat is zo'n beetje mijn conclusie. Je moet tegen het tintelende effect kunnen, maar vind je dat geen probleem, dan kun je met deze gloss echt wel je lippen voller laten lijken. Ik vind het ook leuk dat hij een kleurtje heeft. Er zijn verschillende kleurtjes te koop. Wel alleen dus in Engeland. Dat is wel een beetje stom hieraan. Online misschien zou je hem via eBay kunnen proberen. Maar voor mij is het echt zeker wel de beste plumping lip gloss die ik geprobeerd heb. En dat vind ik wel heel goed. Hij is ook nog niet eens extreem duur. 10 pond, zoals ik aan het begin van de video al liet zien. Ik ben best positief over dit product. Het heeft wel zijn voor- en zijn nadelen. En het is wel belangrijk dat je die weet als je dit product gaat proberen. En zo kunt kijken of het dus wat voor jou is of niet. En dat is mijn eerste indruk van de Soap & Glory Sexy Motherfucker Pillow Plump XXL Lip Gloss. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah.